Yo mensen, ik ben er weer met Ronald en wij doen vandaag weer dat Potato ding. potato ding. Oké, let's go. Ja, en Jij jij bent moet het Jordi. voorlezen, toch? Jij bent Jordi. Ja, en jij bent Ronaldje. Ja, oké. Enjoy your stay. Well, my friend, either you are really good at aiming or just very present because that last room is hard to beat. Unfortunately, you fell for the easiest trap of all time, a treasure room sign. A treasure room sign. It's fine. You've done all the things I. Of all the testing I needed. First, my gigantic prison tower and then the small blah 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 mountain. Blah. Oh my god, what's this? The potato chapter 1 ends here. Serieus? Haha! Yay! We hebben het gehaald! Gehaald! Oké, mensen, bedankt. Maar dit was falen. Dit plak ik achter de vorige aflevering, volgende aflevering aan. Ik niet, dus alleen dit wordt mijn. Kijk, gaan ze aan de kant? Wacht, ik zit nog in survival. Dit moet altijd gebeuren met een map. Ja, de reden dat ik zo snel vlieg is bij de sprint. TP Donuts. Oh damn, nu komt het jongen. Als de server, Ronald als de server zo crasht, weten we waardoor het komt, hè? Inderdaad. Oké. Okay. Mag ik het aansteken? Nee. Oh. Oké. Okay. Wanneer is het de dan klaar? De erin, boe. Oké. Okay. Hier komt het. Oh. En Minecraft geluid is fucking hard. Of zacht bedoel ik. Dus laten we het hierbij of moet jij nog iets op? Dit is altijd Ronald's lievelingsding, hè? Ja. Lol. Oh, nee. Even wachten. Ten. Boom! Yay. Dikke lek. Tien FPS. En dan de dragons. Maar goed jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Dit was dus even een hele korte video. Het einde van deze. Ja, het einde van deze. Gosh, dish. En natuurlijk. 10, 9, 8 FPS. Dus mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Wow, jezus, wat een lag. Maar goed jongens, dan spreken wij jullie later. Laat even een like achter voor dit awesome einde. En wel dan zien wij jullie later. Dus ja. Wil je nog wat zeggen, Jordi? Ja, later. Ja, en abonneer even en dan zien we jullie later. Ja, later mensen. Doei.